recht voor onze commentaarpositie. Christian Albers. Met precies 8 meter daarvoor, want dat is de voorschrift. Matthias Ekström. En het zal er om gaan spannen vandaag. Zeker wat er gebeurt bij die start. Het allermooiste zou natuurlijk zijn als Christian Albers, die een hele goede starter is, dat bewezen heeft, als hij meteen de kop kan nemen. Norbert Houk kijkt gespannen toe. Het hele veld staat en de man met de vlag boven uw belt gaat langs de groene vlag. De lichten gaan op rood. En we gaan ons opmaken voor de 9e start in het seizoen 2004. En ze zijn allemaal prima weg. Albers ook. Graag schakelen nu naar dat voorste beeld. Inderdaad, hier zijn we met Ekström op kop. Dan Albers, dan Tomczyk. We zien een hele goede start van Jeroen Bekenmolen. Achterin dat veld. En daar knallen er twee vanaf. Dat is Reuter en dat is Bila. Manuel Reuter met de Opel en Frank Bila met de Audi er in één keer al vanaf. Maar kunnen waarschijnlijk hun race hervatten. Christian Albers terugverwezen door Tomczyk naar een derde positie. Dat is niet best. En daar gaat ook een van de Audi's er nog langs. Dat is... Ik kan het van achteren even niet zien. We zijn aan boord bij Albers. Tom Christensen ging er langs bij Albers, maar hij pakt hem terug en pakt weer die derde positie over. Nadat hij eerst naar een vierde was terugverwezen. En nogmaals een hele goede start hebben wij gezien van Jeroen Blekemolen. Blekemolen die op dit moment op een 14e positie rondgaat. En zelfs doorsteekt naar een 13e nu. Maar wat zijn die Audi's fantastisch weg, zeg. En wat is het ontzettend vervelend voor Chris dat die buffer daar ertussen zit in de persoon van Tomczyk. Teamgenoot van de man hier op kop, Matthias Ekström. Ook een wereldstart voor Marcel Vessler. Die daar goed bij zit. Op een 5e positie. Een lang circuit, ik zei het u. 5,4 kilometer, het langste circuit van de serie. En dat merk je dan ook aan de rondetijden natuurlijk. De verschillen die zijn dan iets groter dan wij gewend zijn in DTM. Hier gaat het nu om tiende, waar het anders soms om honderdsten ging. En we gaan kijken naar de eerste doorkomst van Ekström. Waar het hele veld langs. Christensen definitief verschalkt. Slechte start voor Frentzen. Frentzen die... als vijfde wegging en nu doorkomt op een 8e positie. Daar gaat Jeroen Blekemolen en we zien een herhaling van die crash in de eerste doorkomst. Er is weer een andere. Dit is Aiello en Bernd Schneider. Hey. Aiello en Schneider er alle twee af. Kunnen hun race vervolgen aan de pits. Ah, dat is triest. Jarek Jaan is in zijn thuisreis niet één rondje kunnen voltooien. En nu al aan de pits met problemen. Het hele jaar heeft hij zich enorm verheugd op dit evenement. Maar het is waarschijnlijk afgelopen voor hem. Hij is uit de auto. Ja, dat is toch wel triest hoor. Heel vervelend voor Jarek Janis dat hij eraf is. Manuel Pirro ook heel goed gestart. Van een 10e plek af is hij doorgestoten naar een 6e. Wij keken vanuit de wagen van Scheider. Ja, dat is dan de tegenvallende toestand voor Bernd Schneider die teruggevallen is door dat gedoe naar een 18e positie. Jello 16e, we kijken hier bij Timo Scheider naar het incident van Christensen. Die eraf schoof na een tikje gekregen te hebben. Timo Scheider zit dus op een 11e positie achter Jean Alesi. Alesi die een slechte training had, zoals ik al zei. 13e, maar nu dus doorgestoten naar een 10e plek. En misschien in staat is nog verder door te schieten om wat punten binnen te halen voor het AMG-team. Want dat hebben ze hard nodig. Audi leidt ook daar het kampioenschap als het gaat om de teams. Ekström in de 1.57 tijden. Langzamer dan Tomczyk en langzamer dan Albers en Christensen.
Hij heeft misschien een klein probleempje gehad. Het scheelt 2-3 tiende. Het is niet veel, maar het kan genoeg zijn voor de positie. Daar een aanval van Paffett. Gary Paffett bij Dunbrack.